Kees, kijk eens om je heen. Het is een hele stille Adelaarshorst. Ja. Nou, dat was al een uurtje geleden wel anders. De beleidschap is vertrokken, zeg maar, naar andere plaatsen. Maar, nee ja, prachtige voetbaldag. Met een goede afloop en een mooie happening om mee te maken. Ja. Ben je een beetje beelddenken? Kun je je voorstellen wat de fans nu aan het doen zijn? Nou ja, met dit weer. Even kijken. Ik kijk naar het stukken blauwe lucht. Dus er zullen wel richting de markt gegaan zijn, denk ik. Laten we even teruggaan naar de wedstrijd. Hè? De eerste helft trouwens. Vond ik opmerkelijk dat je begint bijvoorbeeld zonder Bakker. Wat was de achterliggende gedachte daarin? De gedachte daarachter is dat je... We hebben 4 wedstrijden gespeeld. Je bent in opbouw met je elftal. Dat elftal is zich aan het, zeg maar, aan het vormen. En we hebben jongens gehad die geblesseerd zijn geweest. Bijvoorbeeld een Joris Kramer. We hebben jongens gehad die later bij ons binnengekomen zijn. Een Cordoba of een Cardona bijvoorbeeld. Ogie Hel is geblesseerd geweest. Dus ik denk dat wij een groep hebben, een brede groep, waarbij we meerdere kanten op kunnen, meerdere mogelijkheden. Dus je bent aan het kijken wat past het beste op welk moment voor welke speler om ons te helpen. Want we kunnen niet een competitie met alleen maar met dezelfde spelers verder. En ik vond het vandaag tijd om Joris een kans te geven. Justin had een wat mindere dag tegen Cambuur, wat kan. Maar ik denk dat we ook andere jongens hebben die dat ook in kunnen vullen. Een Isaac of een Mark, een Ogie of een Ragnar of Inigo komt er aan, Martijn. Dus we hebben gelukkig meerdere keuzes. Dat hebben we ook nodig, dus zo vullen we dat in. Zorgt dat voor keuzestress bij Kees van Wonderen? Nee, niet bij keuzestress. Nee, dat is lastig, lijkt me. Soms is het lastig, maar het is ook prettig, omdat je kan gewoon... Kijk, als je kijkt hoe we kunnen wisselen... Daar word je niet zwakker van, bedoel je? Nee, zelfs een impuls kan geven, dan... dat is wat we nodig hebben en wat je wil hebben. En ik snap dat jongens niet blij zijn als de keuze niet op hun valt. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar. Dat is wat het is in het voetbal. Er kunnen er maar 11 spelen. Wij zijn ervoor om de keuze te maken, de afweging te maken. Dat doen we alleen maar in het belang van de club en het resultaat. Dus iedereen zal moeten vechten voor zijn eigen plek, individueel. Maar je moet het ook samen doen, omdat je samen zo'n wedstrijd moet winnen. Dus het is, het is best gecompliceerd. Jullie vergaten de eerste helft iets? Ja, te scoren. Te belonen, ja. Te belonen. Maar ook wel, vind ik, we hadden ook nog wel met wat meer vuur kunnen spelen, zo'n eerste helft. Dus meer het randje opzoeken, ja. meer vuur in het wedstrijd zien te krijgen door... Ja, bijvoorbeeld, de wet op Ogie Hel werd er volgens mij wel 4-5 overtredingen gemaakt. En daar vinden wij niks van. Er werd niet op geageerd, zeg maar. Nee, er werd door de arbitrale trio niks aangedaan. Nee. Maar ook niet door onszelf. Wij kunnen wij moeten dat veel meer accentueren. Want we spelen in ons stadion. Hier zijn wij de baas en niet iemand anders. En dat, dus daar, ik vond ons niet helemaal onszelf, niet helemaal vrij. Ondanks dat we... Wel geconcentreerd speelde. Dat we wel geconcentreerd speelden en kansen creëren. Ja. Ja. En Berden heeft een paar keer pech. Dan is hij net niet de kille koele. Koele killer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nee, Martijn heeft een geweldig wapen natuurlijk. Met zijn snelheid en zijn dreiging, zijn voorzet. Maar hij moet inderdaad meer rendement halen uit zijn kansen. Ja. Goed, grip op tegenstander. Dan weet je dat tegenstander de tweede helft iets anders uit de catacombe komt. Zet ze heel hoog druk. En op een of andere manier weten jullie daar niet direct raad mee. Nee, het duurde ook te lang. We zeiden ook tegen Joris in de opbouw hoe zij druk wilden zetten. Dat Joris meer centraal moet komen en Bas wat lager op het veld. Okay, ja. Omdat zij druk willen geven over hun rechterkant. Ja, dat duurde te lang. Dat hebben we al een aantal keer aangegeven. Dan knikken ze ja, maar ze doen vervolgens het nog niet. Weet je dan wel wat ze moeten doen? Geeft het wel aan. Dat weten ze wel. Okay. En later ging dat wel beter. Maar... Okay. En in sommige wedstrijden moet je dan ook, is het meer een knokwedstrijd. Dan moet je hem iets eerder diep leggen en dan ga je vanuit de tweede bal spelen. Dat is ook niet erg. Maar liever had jij niet die wedstrijd in strijd zien ontbranden, maar gewoon voetballend, omdat je daarin beter bent. Nou, nee hoor. Zo'n wedstrijd mag bij mij best wel in strijd. Want je moet altijd strijd brengen en dan ga je uiteindelijk vandaag ga je voetballen. En zeker in zo'n derby
met alle emoties hier zo, moet je juist een strijd van maken. Dus daar hadden we best nog meer mee kunnen doen. Sloeg je hard even over, vlak na rust? Ja, zeker. Ja. Ik dacht, daar gaan we. Ja. En dat was ook... Ze hebben geen bal op goal gehad en dan... Precies, ja. Maar ik zag al gelijk op een afstandje dat Gerrit in zijn mimiek van... Nou, dat wordt niks, want ik kreeg hem op mijn schouder. Zo zag ik aan iemand uitleggen. Dus toen dacht ik van nou... En toen ging die ook kijken. Toen dacht ik nog wel van vaak gaat de scheidsrechter toch zijn beslissing goed praten. Dus dat hij misschien denkt van ja, maar ik vind het toch Hens. Dat dacht ik ook nog wel even. Maar gelukkig trok hij hem recht. Gelukkig pakte het uiteindelijk goed uit. Op een gegeven moment, de wissels maken het verschil uiteindelijk als we kijken naar de eindstand. Ja, ja, denk het wel. Als je kijkt naar de goal. De goede actie van Mats Deil aan de rechterkant. Het samenspel met Inigo Cordoba die hem heel goed met een steekpaasje weer wegsteekt. En Mats hem prima teruglegt op Giannis, onze andere invaller. En die hem uiteindelijk binnenschiet. Weer werd eerst faal, net als bij Sparta. Ja, dus dat is, dat is prachtig en mooi. En ik vond Ragnar ook prima zijn kwaliteiten laten zien. En het elftal helpen en van toegevoegde waarde zijn. Nou, die voelt ze toch wel wat lekkerder op de flank dan in het centrum. Het lijkt erop. Maar hij zal iets meer, meer strijd in wedstrijden moeten gooien. Hij kan goed voetballen. Hij kan ook iets creëren met zijn dribbel. Maar hij moet ook, en daar hebben we natuurlijk geëvalueerd naar Cambuur. Sommige wedstrijden moet je ook de duels maken en sterk zijn. En zo het team helpen. Verdedigen mensen aflopen. Dus dat is voor hem een aandachtspunt. Je kunt hier niet zo heel lang van genieten van deze overwinning. Want woensdag staat PSV alweer op de stoep. Nee, maar wij proberen met elkaar af te spreken dat winnen of verliezen, dat is één dag feestvieren of teleurstelling. En dan weer om? En dan moet het weer verder, want dan gaat het weer verder. Dan kan je niet blijven hangen heel lang in allerlei... Dus wij gaan hier ook gewoon vandaag van genieten. En morgen ook nog een beetje. Toch wel, hè? En dan gaat de blik weer op ons zware programma. Staat hier een tevreden trainer naar vandaag? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, als je de blijdschap ziet bij alle mensen, de supporters en ook bij de spelers. De wedstrijd die je dan wint tegen je concurrent, tegen je grote rivaal verderop. Ja, dan kan je niet anders dan tevreden zijn. Dankjewel, man. Oké, Erik. Kees, gefeliciteerd. Dankjewel. Martijn Bedden, ja. Een big smile. Ja, tuurlijk. Hoe voelt dat, IJsselderby winnen? Ja, dat is fantastisch. Heerlijk om het stadion zo in vuur en vlam te zien. Want je voelt aan alles dat het super erg leeft natuurlijk. In Deventer bij de mensen. En dan is het echt heel lekker om ze zeg maar een soort van 3 punten te geven. Ja. Je voelt aan alles dat het leeft. Wat voor druk geeft dat op een speler? Je hebt natuurlijk gewoon sowieso altijd een beetje de gezonde wedstrijdspanning. Ja. Maar het is vaak zo dat als je op het veld staat en je raakt de bal aan, dan ben je daar niet meer mee bezig, ben je gefocust op het spel. Dus dat is gewoon niet anders dan normaal, denk ik. Waarom belonen jullie jezelf niet in de eerste helft? Dat is een goede vraag, want we willen natuurlijk wel... Ja, dat geloof ik ook. We willen natuurlijk wel gewoon onszelf belonen. En dan valt het denk ik net even niet lekker of zo, dat hij niet binnenvalt. En dan is het natuurlijk wel heel lekker dat hij de tweede helft erin valt. Dat we hem over de streep trekken. Dus, Is dat dan juist voor jou een grotere opluchting? Omdat je in de tweede helft toch wel, of de eerste helft toch wel 2 keer heel dichtbij was? Ja, ik denk niet per se daardoor, maar... Ik had wel inderdaad, toen ik eruit werd gehaald, zat ik op de bank wel met spanning te kijken. Gewoon, omdat je hem zo graag wil winnen natuurlijk. Dus dat is extra lekker als hij dan binnenvalt. Ja, want na een half uur stuit jij al op Lamproe. Ja. Je probeerde hem net iets overheen te drukken? Ja, ik probeerde hem nog aan te tikken, maar ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik denk dat ik net de bal niet kon halen. Of daar moet ik nog even terugkijken, denk ik. Maar dat is natuurlijk heel jammer. En de extra tijd van de eerste helft ook nog een keertje. Hè? Ja. Het leek wel of je heel lang twijfelde. Ja, die bal die ging natuurlijk naar de zijkant volgens mij. En dan
komt de keeper op je afstormen. Gaat heel snel natuurlijk. Dus ja, ik heb hem het liefst erin liggen. Dus, ja. Waarvoor twijfelde je? Waarom schiet je niet zelf? Wat overdenk je dan? Nou, ik denk dat ik gewoon niet per se twijfelde. Want ik zag de keeper komen. En toen zag ik naast me dat Philip kwam. Dus dan maak ik daar de keuze. En of dat de juiste keuze is, ja, dat is achteraf. Kan je dat beslissen natuurlijk. Maar dus op dat moment gebeurt dat dan zo. En ja, het resultaat is helaas niet in mijn voordeel. Maar dan maakt aan het eind van de rit helemaal niks uit. Maar de ruimtes lagen er wel, hè, de eerste helft. Veelvuldig voor jou. Ja, ik probeer natuurlijk altijd gewoon gebruik te maken van mijn snelheid. En loopacties te maken. En dan achter de verdediging probeer ik gewoon gevaarlijk te worden. En dat, ja, dat lukt er wel een aantal keer. Dat is ook... Ja, zo'n paasje van Mark tussendoor die dat dan snel ziet, dat is natuurlijk lekker. Daar geniet ik van. Zo jammer dat hij net niet goed... Als ik hem in één keer mee krijg, dan ga ik recht op de goal. Dus dat maakt het dan wat makkelijker. Maar ja. Tweede helft lagen die ruimtes er minder? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... Hij zit op een hoge druk, denk ik. Dat Peck wel iets anders de kleedkamer uit kan. En, maar ja, uiteindelijk... Ja, we beginnen toch gewoon. Van Halen, vult aan, we beginnen kut. Ja, sorry. Ja, je krijgt natuurlijk dat gelijk dat moment met de wel of niet hens. Ik zag al gelijk dat het geen hens was. Ik was niet heel erg... In paniek? Nee, ik stond er zeg maar rechtop en die bal kwam op zijn schouder. Dus ja, niks aan de hand? Nee. Okay. Dus daar werd ik niet zo zenuwachtig van. Ja, natuurlijk wel een beetje jonger, omdat je niet wil dat je hem krijgt. Maar als ik het goed had gezien, dan was hij niet op zijn arm. Dus, Dan ga je moe gestreden naar de kant, dan moet je het vanaf de zijkant beleven. Dat is op het puntje van de stoel. Ja, dat was zeker op het puntje van de stoel. Dus ja, dat zat ik ook zeker. En ja, gewoon heerlijk als die bal dan binnenvalt. Dan, ontlading. Helemaal los, ja. Ja? Lekker, ja. Hey, hoe ga je weekend verder vieren? Ja, we hebben woensdag weer PSV op het programma staan. Razendsnel. Dus goed herstellen en dan weer, vizier. Weer klaar voor PSV straks. Nee, gefeliciteerd. Dank je. Eerst zelf krijg je eigenlijk bijna geen bal tussen de palen, hè? Eigenlijk helemaal niet. Nee, we waren gewoon heer en meester. We begonnen echt goed. We speelden goed, we waren rustig aan de bal. Rustig geconcentreerd? Ja, heel rustig geconcentreerd. Niet emotioneel, laat maar zeggen, in de zin van dat je met zo'n wedstrijd heel veel emoties kan hebben, net zoals de supporters. Heel gedisciplineerd. Ja, was echt gewoon goed. Ik denk dat is onze beste helft die we tot nu toe hebben gespeeld. En we zaten overal kort op. Dus ja, Zwolle kreeg ook geen kans om iets te doen. En ja, het was jammer. Op een gegeven moment lag de wedstrijd even stil. Soms kan je dan momentum verliezen en eigenlijk pakt het direct weer op. Dus, ja, dus nou, echt compliment voor het hele team. Het was maar één nadeel. Ja, het was rust. Ja, nee, je scoort niet. Ja, dat ook. Dat je beloont jezelf niet. Nee, precies. We hadden echt we hadden flink veel kansen. En dat is leuk als je kansen creëert, maar je moet ze inderdaad wel scoren. En goed, dat deden we te weinig. En uiteindelijk wel blij dat er in ieder geval nog eentje ingaat. Ja, uiteindelijk wel, ja. Wat geeft de staf de ploeg mee dan tijdens de rust? Ja. Je wil natuurlijk dat het zo doorgaat. Maar goed, we zijn ook niet gek, hè. Ze gaan ook andere dingen doen. Dat zag je tweede helft ook, hè. Zij gingen iets verder van de goal, iets hoger druk zetten. Zorgde ervoor dat wij eigenlijk iets meer lange ballen moesten spelen. Maakte er echt een beetje een wedstrijd van. Door een beetje meer strijd. En daardoor werd het voetbal van ons kan minder. Wat ik eigenlijk niet gek vind. Liefst hebben we dat natuurlijk niet. Voetbal eronder uit. Maar goed, daar hadden we wel wat meer moeite mee. Ja, jij zegt net zelfs, terwijl ik Martijn Berder sprak, we begonnen kut. Ja, het begint gewoon ruk. We komen de kleedkamer uit en we zeggen nog, hey, jongens, gelijk scherp. En dan krijg je zo'n wel eens niet eens handsbal, ja of nee. Maar goed, als je ziet hoe we dat doen, is gewoon niet goed van onze kant. En iedereen in ons team was ook heel rustig erom, omdat we allemaal zagen dat het geen penalty was. Ja, zag jij het ook gelijk? Ja, want ik stond er precies achter. Hij kreeg hem echt bovenop. Okay. En zijn hand was ook nog eens langs zijn lichaam. Ja. Dus ik had er niet heel veel stress om, maar ik was wel gelijk even... Ja.
Ja, gewoon pissig, weet je, dat je dan op zo'n manier begint. En dat is jammer. Want daarmee zet je eigenlijk gelijk weer de toon voor de tweede helft, terwijl er niks aan de hand is. En dan krijg je een paar minuten later de bal bij de eerste paal. Eigenlijk de eerste bal op het doel, denk ik. Landou was dat? Was een prima schot. Hij komt naar binnen en hij schiet hem in de korte hoek een beetje hoog. Ah, prima. Goed. Dit is niet jouw eerste derby, hè? Nee. Ik heb er twee eerder gespeeld. Eentje in Zwolle, eentje hier. En Go Ahead heeft tot nu toe allemaal gewonnen. alleen twee keer niet in mijn voordeel en nu vandaag wel. Dus dat voelt wel fijn. Hoe anders is dat om in een Deventer shirt te staan? Ik moet zeggen, ik heb daar niet, ik heb daar niet een ander gevoel bij. Tuurlijk, het is voor een andere club en je speelt voor een andere stad. Mm. Maar weet je, overal, bij elke club waar ik speel, geef ik 110%. Ik geef alles wat ik heb op het veld. En daarin maak ik fouten en daarin doe ik goede dingen. En daarin kan ik mijn ploeg redden. En af en toe kan er ook wel eens een bal ingaan dat iedereen zegt, hey, had hij wat anders moeten doen. Maar ik geef altijd alles wat ik heb. En dus dat heb ik gewoon vandaag ook gedaan voor Go Ahead. En voelt het dan anders? Nee, dat voelt niet anders. Want ik ben wie ik ben en ik geef gewoon altijd alles wat ik heb. Dus ik ben blij dat ik dat vandaag hier voor Deventer, voor Go Ahead heb kunnen doen en voor de ploeg. En dat we een mooie 3 punten hebben. Met de ultieme beloning, die 3 punten inderdaad, wat je noemt. Maar ook de 0, dat is voor de keeper toch belangrijk? Ja, dat is fijn. Nou, goed, we hebben hier thuis tegen Sparta hebben de 0 gehouden. Ja. Nu voor de tweede keer, toch in 5 wedstrijden. Is toch lekker, is fijn. Op dit niveau? Ja, dat ook. Maar goed, ik vind alleen dat we onszelf meer moeten belonen. Want dan wordt het wel makkelijker ook om de 0 te houden. Dan blijft het toch niet zo spannend. Maar dat is heel erg fijn. En dat is niet alleen voor mij. Hè. Dat is ook veel team en de verdediging. Dus daar ben ik heel erg happy mee. Ik zag je nou een heel klein hummeltje richting de B-side gaan. Ja, klopt. Oké, dus, daar komt trots op me. Ja, tuurlijk. Weet je, ik ben... je moet begrijpen, mensen denken alleen maar over voetballers. Kijken ze alleen maar naar mij of wat dan ook. Maar mijn familie leeft net zo erg mee heel de week naar zo'n wedstrijd toe. En niet alleen vandaag. Ook woensdag of vorige week of... Weet je, ook hun leven staat in het teken. Ook hun leven staat in het teken van voetbal. Want ze verhuizen wel mee naar Heerenveen. Ze verhuizen wel mee naar Brussel. Ze gaan wel mee helemaal naar Amerika om te kijken bij Suriname. Waarom? Omdat ze weten dat dat mijn droom is. Dus weet je, soms moet je als voetballer... Is ons leven, mensen hebben er heel vaak een bepaald beeld over. Maar je moet er ook veel doen en voor laten. En als je dan mensen thuis hebt, familieleden, gezinsleden, die het op zo'n manier oppakken. En dan is het ook fijn om dat met hun te vieren. En goed, bij elke club waar ik speel wil zij een shirt. Want zij is dan ook fan van de club. Ja, daar hebben ze dan een kleine fan bij. En goed, zij is nu heel erg fan van de Eagles, zoals ze het zelf noemt. En ik had er al gezegd vorige keer, als papa een bal voor je heeft, dan mag je een keertje scoren. En goed, de mensen deden het leuk. En dat is leuk misschien voor later. En weet je, nu hebben we een paar foto's. En ik vind dat vooral belangrijker voor mij, het moment tussen mij en mijn dochter. En om zoiets te vieren, omdat ook ik hier de hele week naartoe leef met mijn gezin. Niet alleen als club zijnde, ook met team Warnahaan leven we ook naar deze wedstrijd toe, weet je. Dus ook voor hun is dat heel erg fijn dat het dan goed gaat. En als het minder gaat... Ja, dan is dat ook ruk voor hun thuis natuurlijk. Dan zitten zij ook een hele week... Heeft ook invloed op hun, ja. Ja, precies. Dus in dat opzicht is het leven van een voetbalfamilie is wel heel lastig met heel veel ups en downs. En daar ben ik zo enorm dankbaar voor. Dus dat vind ik wel heel erg fijn dat ik dan zo'n dag als vandaag ook met hun kan delen.